zit eindelijk in mijn troon. We hebben een beetje mijn kingdom opgebouwd. Ah, gelukkig is die lelijke village nu ook weg. Er staat hier een mooie farm. Mooi gedetailleerd. Een mooi huis. En dan alleen de muur al. Daar gaan ze nooit doorheen komen. Dat weet ik nu al. Mooie button. Super groot, mooi logo. Huh? En... wat doe jij daar? Hé, hey, wie ben jij en wat doe je hier? Dit is mijn onderkomen. Hier leef ik. Maar wat doe jij hier? Hey, ik ben koning van dit land. Dat hoef je niet meer te vragen. Ik ben hier koning van dit land. Ja, maar ik leef hier al heel lang. Wat doe je hier? Jij wil zeggen dat jij... hoe lang leef je hier al? Nou, ik weet niet. Ongeveer een jaar of twee? Gast. Wij komen hier in en uit. Elke dag en we hebben je nog nooit gezien. Hoe wil je dat verklaren? Nou, misschien door die zandstormen. Kijk maar, allemaal zand hierop. Ja, oké, dat zegt wel wat. Maar dit zegt jou niks. Gewoon een grote poort, dat zegt jou niks. Nee, ik blijf hier altijd binnen bij het vuur. Oh, mag ik even binnenkijken alsjeblieft? Ja, hier, kijk maar. Ah, dat is wel leuk. Ik heb eigenlijk niet heel veel. Ja, hier leef ik dan. Ik ben een miner. Zoals je ziet, ik heb geen armen, maar ik mine elke dag. Zou ik misschien mogen vragen... of je ook goed bent in vechten? Ja, vroeger moesten we heel veel vechten om onze oost te verdedigen. Ik ben er best goed in. Hm. Ik leerde het vroeger altijd op oude poppen en al die dingen. Oké. Okay. Hoe zou je het vinden om met mij mee te gaan? Waarheen? Of je wil aansluiten aan mijn gedeelte van dit land? Want ik denk niet dat we hier... samen door de deur heen komen als jij hier ook nog bent en dat ik hier ben, want wij zijn hier met z'n tweeën en jij bent hier in je eentje. Met z'n tweeën? Wie zijn hier nog meer dan? Ik en een hertog. Hertog? Ja. Dat is mijn vriend en die is hier nu dus ook en hij heeft ook aangesloten bij mij. Is dat mijn hertog? Ja, ik vind dat eigenlijk ook niet meer leuk om te minen. Dat doe ik elke dag. Ik zou wel graag bij willen aansluiten. Altijd honger. Ik heb nog maar 1 meloen. Nou ja, het zou wel vet zijn als je mee kan doen. Maar je hebt ook al een diamond sword, zie ik. Ja, dat is een familiezwaard. Onze hele familie. Ja, ik heb niet zo'n prettige ervaring met mijn familie. Ik weet niet of je de koning kent van het ijsdorp. Het ijs? Ik ken de ijsdorp. Daar kom ik vandaan. Echt? Ja, kijk maar naar mijn kind. Eskimo. Oh, je bent ook een... ik ben ook een Eskimo, kijk maar. Jij ook? Ja, samen Eskimo. Dat ik je nog nooit heb gezien daar. Ik ben weggevlucht van al die oorlogen toen ik klein was. Ja, nou, ik weet niet of je me zal geloven, maar je heet de koning, hè? Ja. Ik ben zijn zoon. Zoon? Ja. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Nog nooit. Nee, ik word altijd binnengehouden en... ik werd mishandeld door mijn ouders. Ze zeiden dat ik daardoor sterk zou worden. Sterk? Van mishandeling? Ja, dat zeiden ze. Onzin. Ja, dat dacht ik dus ook. En daarom ben ik weggegaan. Ik zal laten zien hoe ik hier ben aangekomen. Wat ik heb gevonden. Maar vroeger... Sorry? Ja, vroeger hield ik niet van strijd. Alleen, nou ben ik wel bereid om een mannetje te verdedigen. Ja. Nou ja, dit heb ik dus gevonden. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon wonen. Oh, wel een mooi huisje. Dank je. Lekker knus en warm. Ja. Dus ik dacht, ik ga er gewoon wonen. En even later zag ik hier te kijken. Deze was nog niet zo heel groot, deze cactus farm. Toen zag ik torches en zand. Licht? Ja, ik dacht echt van, wat is dit nou weer? Joh? Wacht even hoor, even zo. Oh, koud water. Ja. Oh. Dus hier kan ik mijn hertog tegen, Raoul. Zo heet hij. Oh, wat is dit lekker knus. Ja. Wat zijn dit? Is dit kleed? Ja, dat is wol. En hier zit zijn ventilatiegang. Oh, dat is warm. Ja, het is echt lekker hier. Hier zou ik ook wel willen wonen hoor. Ja, zijn ouders zijn dood gegaan en hij is... hij leeft weer wonen dus. Dus ik nam hem mee en ik gaf me onderkomen. En nu is hij hier hard toch? Ja, ik heb een beetje een relatie met hem opgebouwd. Dat is maar een vriendelijke relatie.
Oh? Het is wel grote... Wel grote muren hebben jullie. Ja, dank je. In onze tijd... Ik denk dat jij ook wil aansluiten. Graag, graag. Ik ben echt mijnen zat. Ik wil echt iets anders. Ik wil vechten en eten. Oh ja, dit is vast wel wat eten in het dorp. Hé, hey, wat zijn die dicht... Hè? Wacht even, wat is dit? Dit is glowstone. Waar komt dit vandaan? Ik weet niet of je het kent, de Nether. Misschien dat je wel verhalen van hebt gehoord. Is dat die plek met vuur? Ja. Plek. Vreselijke plek. Dat jullie dat durven om te halen. Ja. Ik heb het eigenlijk gestolen van mijn vader, maar... we gaan er binnenkort heen. Hé, hey, een boom? Een boom. Die heb ik echt al heel lang niet gezien. Schrikkelijk. Oh. Wil je ook nog? Oh, ik heb nog. Ja, ik heb maar één meloen. Dit was de laatste. Oh, bedankt. Alsjeblieft. Ik neem nog even wat wortels mee. Tos. Lekker. Ik weet niet of jij hier even op kan passen als tijdelijke farmer ofzo. Graag. Graag. Dan komen we hier aan een huis dat nog niet af is. Ik zie het. Een beetje een soort van bouwval. Oh, weer dat rare spul. Ja. En nou ja, hier komen we in het rijkste deel van ons hele kingdom. Wow. Lekker warm en zacht hier. Ja. Wow, dat is een grote troon. Die is zeker van jou. Ja. Nou ja, ik... Nou, gegroet. Ja, hier denk ik meestal op. En ik heb even net tijd nodig om te gaan denken nu. Dus misschien als jij eventjes gewoon weg kan gaan, dan kan ik rustig denken. Natuurlijk, ik ga meteen aan de slag. Als ik een koning mag noemen. Gegroet. Gegroet. Tot kijk. Doei.